vind dat je als voetballer een bepaalde voorbeeldfunctie hebt, want kinderen kijken toch op tegen voetballers. Het zijn toch vaak hun helden. Nou was ik tweede, derde keeper, dus in dat opzicht valt dat nog redelijk mee. Maar je merkt het toch wel, hè, je hebt dat logo aan en je komt van Excelsior en dat heeft een bepaalde impact op een kind. Ik was in januari gestopt bij Excelsior. Besloten om meer te gaan focussen op maatschappelijke carrière en het profvoetbal vaarwel te zeggen, tijdelijk. Natuurlijk, mijn geluk zat in de voetbal, maar als ik een kind zie lachen of ik zie een kind vrolijk naar huis gaan, daar word je heel gelukkig van als mens, dat je weet dat er kinderen in Rotterdam over een jaar of 10 nog steeds aan mij zullen denken. Ofwel bij Excelsior of dat ik ze voor de klas heb geholpen. Dat maakt me ook heel gelukkig. Ik ben Lars, ik ben junior projectleider bij de Excelsior Foundation. Bij de Foundation ben ik verantwoordelijk voor het aansporen van kinderen om te gaan sporten. Op de Johan Cruijffveldjes of op de Krajcekveldjes in Rotterdam zijn we dan een uur actief per dag waarin we een clinic geven aan kinderen. En uiteindelijk is het onze droom om kinderen vanuit daar door te laten stromen richting structureel sporten. Het G-voetbal ben ik ook verantwoordelijk voor. Daarnaast ook nog verschillende projecten met ouderen. Walking voetbal, maar ook een project tegen dementerende ouderen die hier bijeen komen. Dus daar sluit ik ook vaak bij aan. Op een gegeven moment kregen we als spelers soms de vraag om of met de kinderboekenweek voor te gaan lezen op scholen. Of je hebt een les vitaliteit over gezondheid op scholen. En toen dacht ik, ja, dit is wel heel vet. Wat je dan al kon bereiken met een kind, wanneer je een kind één keer in de week ziet. En toen ging ik nadenken, maar wat als ik dat elke dag kan gaan doen? Vandaar ook mijn keuze om uiteindelijk leerkracht te worden en een pabo te gaan doen. Nu zit ik 8 maanden op de pabo en heb ik al 2 stages achter de rug. En durf ik wel met alle zekerheid te zeggen dat dit wel echt mijn passie is. Vanaf de eerste dag totdat je weggaat van je stage zie je ze steeds meer ontwikkelen. En daar word ik heel geïnspireerd van, omdat ik mezelf ook wil ontwikkelen. En tegelijkertijd worden zij ook heel geïnspireerd, denk ik, door alle oefenvormen die we doen of alle lesstof. Ik probeer ze altijd zo leuk mogelijk in te richten. Altijd wat interactiefs gaan doen bij elke les. Dus eigenlijk even van hun stoel afkrijgen, even bewegen. Dat kan bij een rekenles zijn door attributen mee te nemen. Dat kan door ze voor het bord te zetten, door te gaan meten met ze. En ik merk dat ze dat heel tof vinden. En aan het eind van de dag dan ga ik met een heel tevreden gevoel naar huis. En dan wil ik eigenlijk de volgende dag weer gaan. Maar goed, dan heb ik mijn werkzaamheden hier waar ik ook heel blij van word. En het gevoel dat ik dat nog niet beu ben en die combinatie heel tof vind, maakt dat ik echt super naar mijn zin heb. Je krijgt heel veel terug van kinderen. Je krijgt heel veel feedback. Ze gaan lachen, ze hebben plezier. Dat is het voornaamste. Ik denk dat kinderen veel durven zeggen tegen me, omdat ik heel open ben en heel eerlijk ook tegen ze. En ik wil hun inspireren om gewoon een goede toekomst te hebben en een goede ontwikkeling door te maken tot een volwassen mens.